Dit is mijn hoogtetent, waar ik de afgelopen 6 weken al in slaap. Om te acclimatiseren voor de beklimming die ik ga doen. Wilco slaapt in dit tentje met de helft van de zuurstof die wij inademen. Zo maakt zijn lichaam extra rode bloedlichaampjes aan die hard nodig zijn op de berg. Maar als je nog niet goed geacclimatiseerd bent, dan word je soms midden in de nacht wakker. Toch een benauwd gevoel van die ijle lucht. Dat je soms misschien hyperventilerend wakker wordt om even weer die extra lucht binnen te ademen. En daarna val je alweer in slaap. Zijn vriendin Jennifer ligt zelf ook in die tent. En dat is even wennen. Je merkt natuurlijk wel dat je wat minder zuurstof hebt. Dat je wat zwaarder ademt. En dat je, vooral als je dus morgens uitstapt dat je, en de rits gaat open, dat je heerlijk een ademteug kunt halen. Een superwarm thermopak, 6 paar handschoenen en een pikhouweel om je in de sneeuw vast te slaan als je wegglijdt. In de huiskamer liggen al dagen de spullen uitgestald die hij meeneemt. De route die Wilco gaat afleggen voert ook langs onfortuinlijke klimmers die het niet hebben gehaald. Een regelrechte confrontatie met de dood. Het gebeurt vanaf 8000 meter kom ik de eerste lijken tegen. Maar ook daarvan weet ik, omdat ik me nu daarop heb ingesteld. En ik weet dat het gaat gebeuren. Kan je er ook al van tevoren mee omgaan hoe je erop reageert? Natuurlijk speelt er ook mee dat je weet dat het misschien niet goed gaat. En dat zal het afscheid ook wel lastig maken. Extra lastig, vrijdag. Maar hij is zo goed voorbereid, zowel mentaal als fysiek, dat ik er alle vertrouwen in heb. Wilco trainde in Kaproen om te wennen aan de hoge sneeuw. En tijdens harde wind sleepte hij een autoband mee over het strand. Hij is sterk. Hij is klaar voor de beklimming. Ik vind het gek. Ik vind het, er gebeurt zoiets moois in de bergen. Het is iets wat heel moeilijk, denk ik, te verklaren is. Maar er gebeurt er iets. En misschien kom ik wel heel dicht bij mezelf. Dat je zo goed jezelf leert kennen hoe je in een bepaalde situatie reageert. Dat ik daar eigenlijk een gelukkige en gewoon een heel blij mens van word.